Ja, Petra, ik zei het in de live-uitzending al. Klein van stuk, maar groots in daden. Nou, bedankt. Ik denk dat het een compliment is. Ja. Het was echt een vechtwedstrijd vandaag. Ja, we moesten er hard voor werken. En het is, ja, we hebben er hard voor gewerkt. Alleen het is jammer dat het net niet is gelukt. Dan mis je ook nog Jamila Groteman. Ja. Naar het uitziet voor langere poos. Ja, klopt. Ze heeft helaas een slecht nieuws gehad. Dat het toch iets heftiger is dan we hoopten. Dus we moeten kijken wanneer die weer terug zal komen. Het zit jullie ook niet mee als commandeur VVW. Vorige week ook een beetje pech in het zand bij Geel Zwart. Nu weer tegen Weijen 92. Ja, klopt. Dat blijft ons een beetje achtervolgen. Dat het net de verkeerde kant opvalt of dat het net niet lukt. Dat is gewoon, ja, super zonde. Ja, terwijl de competitie langzamerhand zijn einde begint te naderen. Ja, klopt. Het wordt tijd dat we echt weer punten gaan pakken. Zodat we wel boven de degradatiestreep blijven. Maar van wie moet je die punten nou nog pakken? Maakt niet uit. Als we er maar eentje pakken. Het blijft positief, hè? Ja, anders kom je er niet. Als je nu negatief de boel gaat benaderen. Je moet gewoon lekker blijven handballen en laten zien wat je kan. Het mag ook niet goed gaan voor commandeur VVW, hè? Nou, mag is een groot woord. We hebben van de week een gesprek gehad donderdag na trainen met z'n allen. En met de TC erbij, waar het aan ligt en wat er verbeterd moet worden de komende tijd. Nou, en daar zag ik wel vandaag een heel grote progressie in. En ik moet daar vanaf morgen de trainingen weer op aan gaan passen. En ja, het blijft een euvel, het scoren. Dat is een groot gegeven bij VVW dit seizoen. Aan de andere kant heb ik wel gezien dat jullie ook een echte vechtmachine kunnen zijn. Getuige de tweede speelhelft. Ja, dat heb ik net ook aangegeven. Het was 13-17 volgens mij na 12 minuten. En dan zie je wij 12 minuten niet scoren. En wij komen gestaag terug tot 17-16. Ja, dan kom je geloof ik nog gelijk. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dan missen we een aantal kansen weer. En we geven wat weg. Een disputabele twee keer in het strafworp tegen. Dan komen we in ondertal te staan. Twee keer waar we zelfs nog uit scoren. Ja, dan zit er echt strijd in de ploeg. En wat we hebben afgesproken donderdag ook weer. Maar wat we elke week hebben. En nu viel het iets meer. Ja, en dan is het een zuur iets nu. En dan voelen er ook wel weer tranen weer. En wat godvers in de kleedkamer. Maar dat mag even. En morgen moeten we het gewoon weer oppakken. Ja, wat een punt had verdiend geweest. Ja, zeker. We wisten ook dat wij een beste spelers de nummer 15 niet mee had. En dan kwam het van nummer 11. Nou, die hadden we al heel snel in de tang. Ze scoort wel de eerste vier. Ja, daarna had ze ook een blessure en ja, we gaven de hoeken te veel ruimte, denk ik. En ik vond Britt vandaag ook niet erg sterk over de hoeken, voor de rest wel. En daarna Petra erin, ja, ze is wat kleiner, maar ze heeft een brok ervaring meegekregen nu in die 15-16 wedstrijden, dat een hele topper kan worden. Nou, dat bewees in de tweede speelhelft wel, want ze hield jullie aardig in de race. Ik zei het ook al tegen je keepster, de competitie nadert zijn einde. Ja, dat is het zeker. We hebben nog één week volgende week naar Raalte uit. Dan zijn we twee weken vrij. En ja, we moeten volgende week een goede slag slaan. Ook omdat het moeilijk is bij Kwiek. Dan gaan wat meiden van de tweede mee. Bo heeft werkzaamheden, dus dan hou je twee wissels over. Ja, ik wil met de volle bak heen volgende week. Ja, en dan moeten we per week kijken hoe we dames 2 gaan redden. Die moet ook nog behoud van de hoofdklasse houden. En wij moeten zeker behoud van de tweede divisie gaan houden.